Hey Joep, als gevierde vrijgezellen is het best hard werken soms in het leven. Ja, Thijs, heb je gelijk in, maar eerlijk is eerlijk, het is wel dankbaar werk. Het is zeker dankbaar, maar ja, zoals iedereen weet, er zijn een aantal dingen onvoorspelbaar in het leven. Dat zijn scheten, het weer en vrouwen. Maar ook zo leuk, omdat ze altijd veranderen. Maar ja, de hamvraag blijft natuurlijk, hoe kan je een vrouw het beste versieren? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld, maar wie het zeker weten, zijn natuurlijk de vrouwen zelf. Dus we gaan het aan de vrouwen zelf vragen. Thijs gaat naar een mooie dame toe. Vraag daarna hoe ze het beste versierd wil worden. En ik ga haar vervolgens versieren met haar eigen versiertruc. Ja Joep, maar dan wil ik wel dat jij een nummertje regelt. Ik zag daar al lekker wijf liggen. Ik zag ook al een heel mooi target liggen. Kan ik helpen met smeren misschien? Oh nee hoor. Nee? Dat was een hele slechte openingszin. Hallo. Zijn jullie met z'n tweeën op pad gezellig? Ja. Zijn jullie vrij vandaag? Zijn jullie vrij vandaag? Ja. En jullie zijn vriendinnen? Oh, dat zou ik niet zeggen. Gek, maar ik zag verderop een meisje, die leek heel erg op jou, een beetje hetzelfde uiterlijk. Ja. Maar ik wil haar een beetje imponeren met een goede versiertruc. Hoe zou jij nou het liefst versierd willen worden? Bij mij doe je het echt niet snel goed. Nee, ben je zo moeilijk? Ja, ik ben heel moeilijk. Ja, hard to get. Oh, je bent heel hard to get? Ja. We hadden het er net nog over hoe ze niet snel iemand leuk vinden. Maar word je wel vaak versierd? Of ja, op zich wel. Vooral tijdens uitgaan. Ik val op vrouwen, dus... Ja. Je valt op vrouwen? Ja. Als je op vrouwen valt, dan weet je natuurlijk helemaal hoe je als vrouw... Nee, pak wij het aan bij ik laat ze altijd naar mij toe komen. Een cocktail. Een cocktail? Ja. Dus als je een cocktail meeneemt en zegt, hoi, zul je iets drinken, dan moet het wel lukken. Maar zeg maar, niet zo geforceerd en zo, dat ze gelijk tegen je aan begint te rijden en zo. En moet hij kunnen dansen ofzo? Nee, nou, ik vind het vooral belangrijk dat hij danst. Dat hij danst? Ja, het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Nee, niet dansen. Niet dansen? Nee, gewoon niet dansen. Gewoon niet dansen? Gewoon normaal doen? Ook niet gelijk zo boef, zeg maar. Van ik wil je nu. Een cocktail. Een cocktail? Ja. Wat is je lievelingscocktail? Ik denk hem al niet. Maar jij houdt wel van cocktails? Ja, ik wel. Welke? Gin tonic. Gin tonic, is dat cocktail? Nee. Ik heb daar echt geen verstand van. Gewoon drinken. Maar nou drink je er niet gewoon pils dan? Nee, ik drink geen bier en ook geen wijn. Alleen cocktails? Alleen cocktail. Mojito, daar ben ik wel blij. Mojitootje ben je wel blij? Cocktailtje. Kijk, tenminste bij mij hè. Nee, zolang ze echt slecht zijn, zeg maar, dat vind ik nog wel leuk. Als je echt slecht is, vind je dat leuk? Ja. Ze nemen gewoon een ananas mee of gewoon heel random. Ja. Een ananas? Ja. Moet ik nog een foto maken voor jullie? Nee. Nee? Nee, alsjeblieft niet. Oké. Okay. Hey, dankjewel hè. Doei. Ik denk gewoon een dag, zeg maar, samen iets heel leuks doen. Noem eens iets. Ja, ik wil wel altijd wel eens bungee jump of zo, maar dat is wel heel erg. Een hele foute openingszin en soepele heupjes, dan ben je wel. Maar u houdt ook wel van de soepele heupjes. Huh? De soepele heupjes. Natuurlijk, ja, dansen. Die gaan toch mij niet zo dansen. Maar okay. We moeten nog een andere keer op de dansvloer slepen. Oké, Joep moet dus openen met een hele slechte openingszin. Nou, dat kan hij nog wel. Hij moet soepel in de heupjes zijn. Nou, die gast heeft een ritmegevoel van een visstick, dus er wordt helemaal niks. Wat dat betreft ben ik blij dat mijn werk er nu op zit. Ik ga lekker toekijken. Hallo. Zou ik deze dans van je mogen? Oh. Kijk. Maar moet ik ook nog met je dansen? Tuurlijk. Welke dans dans je het liefste? Salsa. Salsa? Kan je dat? Heb je ook nog even danslessen genomen? Ik een klein beetje. Speciaal voor jou. Ja, dat vind ik wel heel erg lief. In die 5 minuten, hoe heet jij? Ja, Isa. Isa. Nou dames, fijne dag nog. Van het weekend weer knallen dan. Oké, hey, doei. Oké, dit is echt top. Ze willen een ananas hebben en een mojitootje. En ze zijn dus lesbisch, maar dat ga ik niet tegen Joep vertellen. Ik ga hem even bellen. Een ananas? Ja. Lekker, uit blik of echt een verse? Nee, een verse ananas, gewoon een volle bak. Oké, top. Maar je maakt sowieso kans, dat is echt jouw type. Tadaa! Even voorproeven. Lekker mojitootje. Gaan we naar de score, pik. Met de tattoetjes. Dag dames. Ik denk, ik kom jullie woensdagmiddag even opleuken met een lekker mojitootje en een ananas. Weet je dit nou?
Wow. Ja, lekker toch? Wow. Jij houdt van mojito, ja, hoor ik. Dankjewel. Toevallig nou, dan krijg jij die mojito, dan heb jij een ananasje. Dankjewel. Okay. Oh, jullie zitten gewoon lekker te chillen. Ja. Dagje vrij. Ja, ja, lekker. Lekker in het zonnetje toch? Hoi. Hallo. Oh, wauw. Als je zou mogen kiezen. We wisten gewoon dat het gewoon niet goed ging. Als je zou mogen kiezen of je komkommer of sinaasappel wil, welke pak je dan? Komkommer. Proost. Ja, dankjewel. Proost. We zitten samen in de klas. Wat doen jullie dan? Toerisme. Wat is? Wel toevallig. Piloot. Co-piloot. Ik mag nog niet helemaal alleen vliegen. Maar ja, meestal zet je hem toch op de autopilot. En welke maatschappij? Ik zit bij Transavia. En waar vlieg je dan heen? Verschilt. Meestal zit ik op Barcelona. Maar je kan verschillende vluchten aanvragen. Ik ga naar Barcelona met Transavia. Oh, echt? Dinsdag. Dinsdag. Heb je de ochtendvlucht of de avondvlucht? Avond. Ik geloof het toch wel, eigenlijk. Nou, je kan stage doen bij Transavia of TUI. Mm-hmm. Ja, TUI is kut, moet je niet doen. Betere secundaire arbeidsvoorwaarden bij Transavia. Ja, hoor. Ik heb een mojitootje voor je. Ik dacht, die lust je vast wel. Thanks. Joep, aangenaam. Shagit. Chill. Ik kwam net ook in langs. Oh, nee, ik zag hier gewoon een mooie exotische dame liggen. Ik denk, die houdt zeker van een mojitootje. Ja, dat waar. Hey, ik heb misschien een beetje een rare vraag. Ja. Yeah. Maar ik ben al een tijdje op zoek naar iemand die met mij wil bungee jumpen. Oh my god. Ik was laatst in Eindhoven dan, in de Skybar. Ik weet niet of je dat kent. Toen was ik daar, niet op stap, maar het was bij die Skybar. En toen had ik ook een gin tonic. En toen waren er echt 10.000 smaken. En toen dacht ik van, ja, weet ik veel. Ze hadden verder eigenlijk maar geen doekjes omwinden. Ja. Ik vond jullie wel leuk. Ja. Mag ik je nummer? Ja. Ik moet je weer teleurstellen, ja. Voor vrouwen. Geen nummertje dus, jammer. Nee, sorry. Ik ga niet zomaar mijn nummer geven. Nee? Nee. Jullie zijn ook niet in voor een driehoeksrelatie dan of zo? Nee. Joep pakt de hand van ze, is nu met haar aan het dansen op het strand. Mijn moeder begrijpt er niks aan. Ik ben trouwens vergeten te zeggen tegen Joep dat zij al gewoon een vriendje had. Maar fuck it, dan loopt hij maar gewoon een blauwtje. Je was even lekker met je moeder aan het chillen? Ja. Chill? Ja. Ik ben Joep trouwens. Ja, ik hoor het, Joep. Aangenaam. Hoi, jongen. Er komt een schoonzoon, denk ik. Oh, nou, dat klinkt goed. Dat is heel geregeld. Ja, dat is heel snel geregeld. Mag ook je nummer dan? Ja, ik heb wel een vriend. Je hebt een vriend? Ja. Daar ben ik heel erg goed mee. Ja? Ja. Maar af en toe een ik keer. Ik kan heel goed dansen ook. Af en toe een keer avond-chalsa dansen, dan mag je met andere partners, hè? Ja, dat klopt. Ja, dansen, top. Hè? Mag ik dan je nummer? Ah, joh, mij wel. Welke avond heb je nog vrij? Woensdag. Woensdag. Nou, dan ga ik je bellen voor de woensdag. Chalsa-avond. Hey, ciao, ciao. Hoe heb je dit nou weer gefixt? Want ze had gewoon een vriend en ik heb expres niet tegen jou gezegd. Ja, maar ze wilde salsa dansen. Bij salsa dansen mag je meerdere partners hebben. Dus ze wilde toch de nummertje geven. Toch die driehoeksverhouding. Maar we kunnen misschien in Tilburg wel een keer een drankje doen. Mag ik je nummer? Ja, mag wel. Oké, okay, top. Uit. Je pakt het wel goed aan. Ja. Ik zeggen. Ik wel, ja. Ja, je doet het wel goed. Ik ben normaal echt heel kut. Ja. Wat vind je het kut om je nummer te geven? Nee. Ik ben zelf altijd. Zeg iets of dat niet direct de naam. Wat is je pseudoniem dan? Amber. Amber. Maar dit is mijn nummer. Ik zet je als Yvette Transavia erin dan, ja? Doe maar. Dankjewel voor mijn drankje. Ciao, ciao. Blijkt me namelijk fucking vet om een keer als eerste date te gaan bungee jumpen. Dus dat is meteen de tweede vraag. Mag ik je nummer als we gaan bungee jumpen? Ja hoor. Ja? Ja hoor, daar fixt hij toch even dat nummertje. Maar ja, belofte maakt schuld, dus wel van die bungee af nu. Dit is wel de allerspannendste eerste date die ik ooit heb gehad. Ja, die van mij ook. Ja, die kunnen we ons in ieder geval al niet meer afpakken. Ja.